Waarom zie of hoor je soms iets wat er helemaal niet is? Dit is de Universiteit van Nederland. Waarnemen is lang niet altijd waar. En in elk geval is waarnemen heel erg subjectief. En om dat te illustreren neem ik jullie een half minuutje mee naar Times Square. Kijk even goed, ik ga jullie zo meteen vragen wat je gezien hebt. Oké, mag ik even jullie handen zien? Wie heeft een ballonverkoper met een rode parasol gezien? Wie heeft een vader met een kindje aan de hand gezien? Wie heeft de grote voetbalwedstrijd op groot scherm gezien? Oké. Wie heeft het Hard Rock Café gezien? Nou, die was duidelijk, hè? Wie heeft de NYPD gezien? En wie heeft de AT&T geldautomaat gezien? Oké. We hebben allemaal precies hetzelfde filmpje gezien. En toch merk je dat we allemaal iets anders er hebben opgepikt. Je neemt eruit waar wat bij jou aansluit, wat voor jou relevant is. En voor die waarneming hebben we alle zintuigen in principe ter beschikking. Hoeveel zintuigen dat nou precies zijn, is discutabel. Maar mensen maken daarbij vooral gebruik van twee zintuigen en dat is horen en zien. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het varken, dat doet het vooral met geur en tast. De menselijke waarneming heeft daarbij iets weg van een onderzeeër. Die vaart met behulp van zijn periscoop en van zijn sonar. Toch is onze menselijke waarneming oneindig veel interessanter, spannender, genuanceerder en ook kleurrijker dan die van een onderzeeër. En dat komt omdat we niet alleen waarnemen met onze zintuigen, maar vooral ook met ons brein. Diep in onze hersenen, zo'n 2 centimeter de diepte in vanuit de oren, liggen 2 kleine opgerolde structuurtjes in de vorm van 2 zeepaardjes. Dat zijn onze hippocampi. En die hippocampi die zijn de hele tijd bezig om een zo goed mogelijke afbeelding te maken van de werkelijkheid. Wij nemen dus nooit de werkelijkheid waar, zo die überhaupt al bestaat, maar wij beleven de weerspiegeling daarvan die onze hippocampi ons maken. En daarvoor maken ze gebruik van enerzijds informatie uit de zintuigen, maar vooral ook informatie die al in de hersenen ligt opgeslagen. Wanneer we kijken naar de hersenen en dan in eerste instantie naar de achterkant van de hersenen, dat is de occipitale schors, daarmee kun je zien, dan is slechts het uiterste puntje hier in het groen daadwerkelijk bezig met informatie die uit de ogen komt. En een veel groter gedeelte, hier in rood, dat is de visuele associatiecortex. En daar ligt allemaal informatie opgeslagen van dingen die we eerder gezien hebben, die we geleerd hebben, die we verwachten, waar we op hopen, waar we misschien wel bang voor zijn of die we berekend hebben. Je ziet daarom wat je verwacht te zien. De sportliefhebbers onder ons die hebben ongetwijfeld toen net de voetbalwedstrijd op groot scherm gezien. De mensen met een kinderwens die hebben vast die vader met dat kindje aan de hand gezien. De detectives hier in de zaal die zal vast de NYPD-kantoor niet ontgaan zijn. En de plofkrakers onder ons, die hebben natuurlijk die geldautomaat goed in de gaten gehad. Voor het gehoor gaat het net zo. Horen doe je met je slaapkwap. Dat zit hier aan de zijkant, waar de meeste mensen 's nachts op slapen.
En opnieuw zie je dat slechts een klein gebiedje hier in het geel zich daadwerkelijk bezighoudt met informatie die uit de oren komt. En een veel groter gebied, hier in blauw, dat is de auditieve associatieschors. Hoe wij waarnemen is dus eigenlijk een soort raad het plaatje. We scannen in een fractie van een seconde de omgeving af en al meteen komt daar informatie bij, zodat we tot een conclusie komen. Dat heeft voordelen en nadelen. Een voordeel van die manier van waarnemen is dat het razendsnel gaat. En dat heeft evolutionair ongetwijfeld voordelen gehad. Wanneer je snel een roofdier in je buurt ziet, kun je je op tijd uit de voeten maken. Dat heeft ook nadelen. En dat is de accuratesse. Die laat ernstig te wensen over. Onze waarneming is regelmatig niet waar. En zo'n onwaarneming, dat is een hallucinatie. We hebben allemaal wel eens een hallucinatie. Sommigen vaak, sommigen zelden. Ik heb zelf vaak een hallucinatie als ik onder de douche sta. En dan met name wanneer ik nachtdienst heb. Dan moet ik namelijk mijn mobiel goed in de gaten houden. En als ik dan het water hoor stromen, dan hoor ik heel duidelijk mijn ringtoon. Ja, ik weet het zeker. Ik hoor hem zeker. Ik draai de kraan aan. Hey, daar hoor ik hem al niet meer. Dat is wel merkwaardig. Ik droog mijn handen af en ik kijk op het scherm. Helemaal geen oproep gemist. Toch hoorde ik daarnet echt de complete ringtoon. Die heb ik werkelijk gehoord. Dat is mijn auditieve associatiecortex die voor mij die hele ringtoon vormt. Met misschien een minimale aanwijzing vanuit het ruisen van het water. Hoe gevoelig of hoe weinig gevoelig je bent voor hallucinaties, dat hangt van een aantal factoren af. En één daarvan is hoe scherp je zintuigen zijn. Bijvoorbeeld hoe goed je kunt horen. Mensen die slecht horen, daarbij laten de zintuigen het afweten. En de waarneming is een samenwerking tussen de zintuigen en de hersenen. Dus als die zintuigen het laten afweten, dan moeten de hersenen des te meer invullen. En dan wordt die foutenmarge groter en heb je dus vaker een hallucinatie. Precies hetzelfde geldt voor het zien. In de schemering kun je slecht zien, heb je minder informatie van je ogen, je hersenen moeten aanvullen, je zit er vaak naast en dus heb je in de schemering meer kans op hallucinaties. Een andere factor die maakt of je wel of niet gevoelig bent voor hallucinaties is een slaapgebrek. Wanneer je een aantal nachten slecht of weinig geslapen hebt, dan ben je gevoelig voor tal van psychiatrische symptomen. Onder andere om te hallucineren. En bepaalde groepen die regelmatig slecht slapen, bijvoorbeeld ouders van jonge kinderen, mensen die nachtdiensten draaien, zoals ik, of mensen die veel intercontinentaal reizen, festivalbezoekers, zijn speciaal gevoelig voor hallucinaties. Een derde factor die je gevoelig maakt voor hallucinaties, dat zal jullie niet verbazen, dat zijn drugs. Nou, sommige drugs zijn speciaal ontworpen om te hallucineren. LSD, mescaline bijvoorbeeld, die maken gebruik van de boodschapperstof serotonine. Maar andere drugs die eigenlijk bedoeld zijn om te relaxen of juist om je niet moe te voelen, zoals cannabis en amfetamine, maken je ook gevoelig om te hallucineren. En dat gaat via de boodschapperstof dopamine. Een andere factor die mensen kwetsbaar maakt om te hallucineren, dat zijn heftige gebeurtenissen, psychotrauma. Met name wanneer die op de kindertijd plaatsvinden. En mensen die zulke trauma's hebben meegemaakt, die zijn met name gevoelig om stemmen te horen. Dat kan al meteen na trauma optreden, dat kan ook vele jaren later optreden. Een andere factor die misschien ook wel bepaalt of iemand gevoelig is voor hallucinaties, is de snelheid van het waarnemen. Intuïtief is dat zo. Hè? Dan denk je dat het een trade-off is tussen snelheid en accuratesse. En hoe sneller iemand waarneemt, hoe meer fouten die wellicht ook maakt. Of dat zo is, dat weten we eigenlijk nu nog niet. En dat willen we komend jaar gaan onderzoeken. En ik hoop jullie volgend jaar op die vraag het antwoord te kunnen geven. Er zijn mensen die ontzettend veel last hebben van hallucinaties. Bijvoorbeeld omdat ze het elke dag horen. Een jonge vrouw met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ze hoort de hele dag door stemmen die akelige dingen tegen haar zeggen en die haar gevaarlijke opdrachten geven. Zo'n persoonlijkheidsstoornis komt voor bij 6% van de bevolking, dus het is geen zeldzame aandoening. Een andere vrouw op de intensive care unit is aan het herstellen van een grote buikoperatie.
Overdag gaat het best goed met haar, maar als de schemering valt, dan ziet zij haar eigen bloed langs de muren van haar IC-kamer lopen. Een heel griezelige belevenis. Terwijl die muren toch heus brandschoon zijn. Zij heeft een delier. En ongeveer 1 op de 5 patiënten die in het ziekenhuis wordt opgenomen, die ontwikkelt zo'n delier. Een ander voorbeeld van iemand die veel last heeft van hallucinaties is een patiënt die behandeld wordt op de neurologieafdeling voor de ziekte van Parkinson. Hij heeft zijn hondje onder de tafel zitten, heel gezellig, en tijdens de maaltijden steekt hij hem regelmatig wat lekkers toe. Alleen is dat hondje al 6 jaar geleden doodgegaan en die hapjes die vallen op de grond. Een kwart van de patiënten met Parkinson heeft veel last van hallucinaties. En dan zijn het meestal visuele hallucinaties. Een ander voorbeeld is een vrouw die is opgenomen op de KNO-afdeling. En zij hoort links helemaal niet en rechts nog maar 10%. En dat gehoor van dat linkeroor proberen ze te herstellen. Zij hoort van de omgevingsgeluiden heel weinig, maar wat zij wel de hele dag door hoort, is een kinderkoor dat het Wilhelmus zingt. Altijd weer het Wilhelmus en dat de hele dag door. 'S Ochtends vroeg is het eerste wat zij hoort. Nou, hier gaat ze mee naar bed, hier luncht ze mee en hier kleedt ze zich mee aan. Dit gaat voor haar 13 uur per dag zo door. En u kunt zich voorstellen hoe fijn het voor haar zou zijn om daarvan verlost te worden. Een speciaal soort hallucinaties is het syndroom van Alice in Wonderland. Daarbij gebeuren de meest merkwaardige dingen. Je kunt je armen ineens heel groot of juist heel klein zien worden. Kleuren om je heen worden heel fel of juist heel flats. Je ziet objecten, een klok, ineens vloeibaar worden. En dit syndroom komt soms voor als aura bij migraine of bij epilepsie. En het kan ook voorkomen bij een intoxicatie met drugs of met medicijnen. Het laatste voorbeeld van hallucineren dat ik jullie wil geven is een psychose. Laten we naar een kort filmpje kijken over psychose. I'm coming to get you. I'm coming to get you. No! 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 Leave me alone! You're not real! Leave me alone! Zo'n psychose treft vaak jonge mensen. Ongeveer 3% van de bevolking maakt ooit in zijn leven een psychose mee. En meestal begint dat zo tussen de 16 en 24 jaar. Het is vaak angstig. Op zich zijn er zeker behandelingen voor een psychose, maar die helpen niet bij iedereen en bovendien hebben ze best vaak bijwerkingen. Waar ik me met mijn groep de komende jaren voor wil inzetten, is om juist voor deze groep betere en nieuwere behandelingen te ontwikkelen. Wil je weten hoe snel, nauwkeurig of misschien juist onnauwkeurig jij waarneemt? Doe dan mee aan het publieksonderzoek naar hallucinaties. Dat is opgezet in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap. Ga naar zieikspoken.nl en vul de test in.